Een bijzonder hartelijk welkom bij weer een nieuwe week. Ja, de week van Cor. En u zult zeggen zondagochtend en het is donker. Ja, inderdaad. Maar dat heeft een speciale reden. Ik zou zeggen 55 minuten de week van Cor. Iets anders dan dat u van ons gewend bent. Heel veel kijkplezier. Kopje koffie, kopje thee. Lekker warm worstenbroodje. En daar komt de hoofdgast. Ja, en om deze man gaat het vanavond. Niemand minder dan onze eigen Leen. Kijk. Er is hij al, hè? De nieuwe album. Leen komt erbij. Ja, Leen, ik heb net al de aankondiging naar onze kijkers gedaan. Het is vandaag een speciale uitzending. Het is een zondagochtendprogramma, maar het is donker. Maar heel de uitzending, ja, daar sta jij in het middelpunt van de belangstelling. En waarom? Ja, vertel het zelf aan onze kijkers. Nou, we hebben een nieuw album gemaakt met allemaal weer hele leuke, gezellige Nederlandstalige liedjes. En die gaan we aanstaande zondag gaan we die natuurlijk presenteren in Den Bosch in de Brabanthallen. En ik wilde daar vooraf, nog speciaal mensen die er allemaal aan mee hebben gewerkt. En ook mensen die zich daar hebben aan hebben gekoppeld door middel van een sponsoring. Wilde ik toch een hele leuke en speciale avond bezorgen. Samen met nog wat collega-artiesten, een lekker gezellig stukje muziek. En uiteraard natuurlijk een goed stukje eten, want ik heb er al een keertje gegeten. Maar dat is perfect. Dus we gaan er vanavond een hele leuke en gezellige avond maken. Nou, wij laten ons verrassen en wij zijn ontzettend blij alleen dat wij toch als enigste alle opnames mogen maken. En misschien in de toekomst ook natuurlijk, hè? Zeker weten. Oké, dankjewel. Ik ga met jou naar binnen. Heerlijk. Alle gasten van vanavond die worden hier ontvangen. En ja, ik ga toch eens kijken of ik wat bekende gezichten tegen ga komen. Die over vanavond, want een drankje is altijd lekker. Dankjewel. Dankjewel. Het is natuurlijk altijd lekker en ik zal eens gaan kijken of ik wat bekende en misschien minder bekende mensen tegenkom. En eens gaan vragen waarom dat hun speciaal vanavond hier naartoe zijn gekomen. Ja, natuurlijk om Leen, maar wie weet. Ja, ik zie toch een hele belangrijke man voor Leen Zijlman staan. Dat is Hans van Aals. Hans, mag ik even storen? Sorry. Hans, wat verwacht je van vanavond? Ik verwacht dat het een bijzonder leuke avond wordt. Het is ook wel heel apart, het is heel inspirerend. Ik denk dat Leen iets heel unieks op poot heeft gezet voor ons. En jij hebt ontzettend veel geloof in hem, want sinds korte tijd zit hij bij jou in de stal, als ik het zo mag noemen. Ja, ik heb altijd geloofd in Leen. Het is een klein probleem in de muziekindustrie. De muziekindustrie zit sowieso gewoon in een moeilijke hoek op dit moment gezien de downloads. Maar ik heb wel altijd in Leen geloofd. Ik denk dat Leen in zijn genre een van de beste zangers is van Europa. Alleen het is de kunst natuurlijk om goed op kaart te krijgen en de mensen te laten horen hoe goed dat Leen kan zingen. Nou ja, dat zal mijn taak zijn. Ik doe mijn uiterste best. Ja, en hoe doe je dat, Hans? Ja, we moeten zorgen op dit moment dat de plugging ontzettend goed is. Dus we steken heel veel tijd en energie in zowel de fysieke als de digitale distributie. De digitale distributie is net zo belangrijk geworden, hoor. Van iTunes tot de downloads op 538. En daar steken we heel veel tijd en energie in op dit moment. En natuurlijk de grote stations in Nederland. En ik moet ook zeggen, ik heb met Leen daar uitvoerig over gesproken voordat we de samenwerking aangingen. En ook Leen die zegt gewoon van ik zet er mezelf 100% voor in. En dan zie je ook gewoon de boekingen, de aanvragen voor interviews, die komen uit heel het land. En ook hoe gek dat het ook mogen klinken, maar ook gewoon de landelijke tv-stations gewoon aanvragen. En op het moment dat ze alleen horen zingen, ik heb dat nu al meerdere malen meegemaakt, zeggen ze, waar komt die man vandaan? Ik zeg, ja, hij is er al lang. Ik vind het wel heel gedurfd, Hans, om op deze grootse wijze een nieuwe single te presenteren, financieel gezien. Ja, het is ook een hele moeilijke tijd. Maar het is wel zo natuurlijk dat het platform van Leen, dus de boekingen die je in het land doet, dat is altijd goed geweest. Leen heeft gewoon zijn werk, die heeft zijn vaste klanten. Dat doet hij fantastisch, dat doet hij goed. Dus daar zit nog een heel stuk commerciële waarde in, zeg maar, een stukje entertainment. En, ja, en ook toch wel zijn productions, hoor. Want als je Leen ziet wat een vaste schare klanten dat hij heeft, de bedrijven wat hij komt. En dat is niet alleen Nederland, maar is ook een klein gedeelte van België erbij, zelfs Duitsland. En daar wordt hij geboekt, daar wordt hij gevraagd. En er verkoopt gewoon Leen nog duizenden albums. En dan praten we niet over honderden. Dus wat dat betreft is Leen toch wel uniek. Wat is de kracht van zijn soort muziek? Dat is eigenlijk heel mooi. En André Hazes had dat ook. Alles wat hij zingt is ook echt waar. Dat geloof je direct. Dat komt uit zijn hart, dat komt uit zijn ziel. En dat meent hij ook echt. Je kunt niet iets zingen. Kijk, als ik zing, waarom ben jij niet teruggekomen? Gezelligheid, de sombrero, zet hem op. Of Marianne is dat. Dat zijn feestliedjes. Maar als je gevoelig liedje zingt en bellet, dan moet je dat meegemaakt hebben. Je moet dat voelen. Je moet dat over kunnen brengen op de mensen. Dat is de kracht van Leen. Dat kan niet als geen ander. Ik moet overigens zeggen, Hans, fantastisch joh, hoeveel kilo is er al af? Als er uitgezonden wordt, hoop ik al meer, maar nu 22. Bedankt. Graag gedaan. Kijk, en ze draait zich om als ze mij ziet. En toch wil ik ze even voor de camera. Want Marianne, ik weet dat je ontzettend belangrijk bent voor Leen. Hoe ervaar jij nou zo'n aanloop naar deze avond?
Verschrikkelijk. Ah, je maakt hem altijd mee. Is Leen dan zelf ook ontzettend nerveus? Nou, hij is heel nerveus. Tenminste, hij is nerveus, maar meestal laat het niet zo merken. Maar ik merk het wel aan hem. Ja, daarvoor ben je ook zijn vrouw, hè? Ja. Ja, en dan soms dan denk ik van nou is het onderhand wel, want Leen is sowieso al chaotisch. En dan op dat moment, op zo'n moment. Jij bent juist degene die altijd zeg maar alles op orde houdt. Ja, precies. En hij verwacht natuurlijk ook dat het allemaal zo is. En nou niet dat hij dan zegt van ja, dit niet gedaan of dat niet gedaan, maar gewoon, hij denkt gewoon van nou, het is allemaal in orde. En sommige dingen kan ik natuurlijk, tenminste ik weet bijvoorbeeld een volgorde van een cd of weet ik veel hoe dat hij dat wil doen, dat weet ik niet. Maar weet je wat ik zo knap vind, dat hebben net andere mensen ook gezegd, dat jullie op zo'n enorme grootse manier een nieuwe cd durven te presenteren in een tijd dat het eigenlijk overal heel slecht gaat. Ja, maar wij merken echt aan Leen zijn fans, hè. Ja, het leeft heel erg, dus ja, dan moet je er ook iets aan doen. Ik hoor net iemand voor de camera zeggen van eigenlijk is Leen Europees een van de beste zangers. Ja. En toch dat die echte doorbraak. Ja, ik denk omdat Leen is, dat ook niet zal gebeuren. Zou hij te eerlijk en oprecht zijn? Ja, dat is hij. Hij kan geen toneel spelen en ik denk dat hij heel, ja, toch... Als je ziet hoe andere mensen zeg maar aan de top komen of wat dan ook. Ik bedoel niet iedereen hoor, daar gaat het niet om. Maar toch een heleboel. Dat ik dan zie, oh joh, hoe kan je dat nou doen? En Leen is precies zo. Dat doet hij gewoon niet. Hij blijft gewoon Leen. En hij zegt altijd, als ik een microfoon in mijn handen heb, dan ben ik het. En voor de rest, doet hij daar niks aan. Maar ben jij... Toen Leen al zanger was, in zijn leven gekomen. Ja. Hè? Hoe ervaar jij dat je hem heel vaak moet delen met andere mensen? Want ja, hij is 7 dagen per week, is die Leen. En ja. Het is altijd met iemand een babbeltje maken. Vind je niet af en toe een beetje vervelend? Nou, af en toe wel. Als we bijvoorbeeld, stel nou dat we ergens gaan eten. Hè? Gewoon gezellig, met z'n tweetjes. Dat je denkt van nou, we hebben druk gehad. En dat ze dan, dan denk ik, ja, nou even niet, weet je wel. Maar ja... Dat hoort er nog iemand bij. Nou, in ieder geval deze steun en toeverlaat, want dat mag zeker ook tegen u gezegd worden, is een hele belangrijke vrouw achter al die mooie liedjes van Leen.